Goedenavond. Ik moet even nog iets doen. Even kijken of hij wil. Nou, dan ben ik heel benieuwd, want ik geloof dat mijn tablet een beetje vervelend doet. Die kan weg. Even zoeken hoor, waar ben ik? Oh, daar ben ik. Dat zou fijn zijn. Ja. Oeps, en waar was ik? En ben ik er nou weer? Goedenavond, gezellig. Ja hoor, en alles loopt door, wat fijn. Goedenavond. Even kijken. Oh, dat zijn er al een heleboel. Dat schiet lekker op. Nou, goedenavond. Ik ga vanavond aan de slag. Ik ga gelijk beginnen, want ik wil 2 kaarten maken. Dus ik heb echt wel even een sprintje te trekken, maar dat geeft niet. Studio Light heeft het In Loving Memory paper opnieuw uitgebracht. En daar zijn wij natuurlijk wel onwijs blij mee. Want dit papier was echt binnen no time uitverkocht. En het is zulk mooi papier en mooie plaatjes om je condoleance kaarten mee te maken. Nou, had Janine mij gevraagd, vind je dat niet vervelend? Nee, ik vind dit, en dat heb ik zelf ervaren laatst, de meest gewaardeerde kaarten die je kunt krijgen. Dus ga ik aan de slag en ik heb al een stukje voorbereid. Eigenlijk al best wel veel, want anders zou ik het echt niet redden. Ik heb deze stans, heb ik deze kaart. Dit was van een A4 mal, of een A4 formaat. Ik heb hier nog een A4. En daar heb ik dus de rand 2 keer. Hoe doe ik dat nu? Want soms zit je wel eens te hannesen. Hij moet natuurlijk wel een beetje recht, hè? Dus wat is nou het fijne? Heb je een glasplaat? Heb je een mat waar lijntjes op staan? Wat ik dan doe, ik leg mijn papier, zo moet ik het eigenlijk uitleggen. Ik leg mijn papier strak langs de lijn. Nou, dat heb ik dus gedaan. Dit is dus eigenlijk mijn strakke lijn. En die leg ik daar weg. En dan ga ik mijn malletje wegleggen en dan ga ik zoeken. Hij moet natuurlijk langs het lijntje. Nou, ik laat hem nu langs de onderkantlijn lopen. En dan ga ik tellen. Oké, hij heeft... kijk, nou is het handig natuurlijk, hè. Oké, ik heb 1, 2, 3, 4, 5. Zoveel hokjes. Dan moet ik van boven ook zoveel hokjes. Anders zit je nooit helemaal recht. Dan heb je ook kans dat je zo gaat snijden. Ik krijg een hele rare scheve mal. Dus dat is misschien wel even een handigheidje voor jullie. Nou zag ik dat er nog een paar kleine frummeltjes in zaten. Die moeten eruit. En ik moet nog wel even de mal stansen die daaronder hoort. Hoi hoi, gezellig dat jullie er zijn. En, nou, eerst dacht ik, dat was de eerste keer, maar dat gaat natuurlijk never nooit niet lukken. Nu ook niet hoor, want het is net te krap. Want hier moet ik dus een aantal millimeters hebben en dan gaat hij dus opzij. Dus ik moet hem echt zo pakken. En normaal gesproken heb ik zelf altijd cardstock wat in vierkant is. Maar dit cardstock, dat heb ik allemaal meegenomen en van pa. En ik denk, ja, weet je, dat moet natuurlijk wel gebruikt worden. Nou, wat ga ik dan nu doen? Wacht. Ik weet dat deze, die is als het goed is, 15. Dus ik ga eerst mijn bovenkanten op 15. Ja, want deze is 14,5 als ik het goed heb. Dan zou ik bijna nog de mist in gaan. Even meten, meten is weten. 14,4. Ik snij hem af zo op 15. Zijn jullie aan de Vierdaagse bezig? Gezellig. Nou, die hebben ze hier laatst gelopen, maar daar pas ik voor. Dat heb ik vroeger genoeg gedaan. Dat doe ik niet meer. Maar ik loop elke dag hoor, dus dat is ook niet nodig. Zo, kijk, dan is die dus breed genoeg. Dan gaan we nu weer
deze dame zo even zo wegleggen. Want ik moet natuurlijk ruimte hebben om mijn malletje mooi om deze mal heen te krijgen. Nou, dat is even zoeken. Hoe ruim je hem wil hebben. Hoe ruim die het mooiste zit. En ik denk zo. En nou had ik mijn tapejes nog bewaard van daarnet. Ik heb toevallig nog maar net de bruine uitgestanst. Dus deze moeten nog even door de machine, jongens. Maar dat maakt niet uit, hè. Dat is even herrie. Maar als het goed is, hebben we dan een mooie kaart straks. Ik moet zeggen, ik vind deze rand eigenlijk... Ja, die kan je eigenlijk overal bij gebruiken. Met die takjes. Voor een beterschapskaart, voor een trouwkaart, voor een... nou ja, een rouwkaart. Een verjaardagskaart. Een bedankkaart, een zomerkaart. En noem maar het op kaart. Maakt niet uit wat voor kaart. Hallo, gezellig. Nou, er komen er steeds meer, zie ik wel. Nou heb ik ook al iets gestanst. Deze twee. En dan ga ik dadelijk laten zien. Dit is de Elvira, als ik het goed heb. Oh, waar heb ik die nou weer gegooid? Ja. De Elvira mal. Deze. En ik heb die set erbij gebruikt. En dan ga ik je dadelijk laten zien dat eigenlijk die boogjesmal super mooi matcht. Onder moet je echt die dichte boogjes hebben. Je hebt er ook een die, dit is de pup 744 op het eind. Maar die matcht perfect. Nou, we gaan even kijken. Met geeltint. Ja, weet je, Stephanie, eigenlijk... Vroeger wist ik nog wel, had ik altijd alles wit met zwart. Gewoon puur omdat dat hier is. Maar ik heb zoveel verschillende gekregen en het is allemaal mooi. Kijk, nou is die hier eigenlijk niet zo netjes. Dus dat doe ik dadelijk even met de snijmachine. Dan gaat deze er weer op. Ik vind het het makkelijkste aan de linkse kant werken. Kijk, ik heb een vuil papier. Maar dat maakt niet uit, want dat gaat er toch af. Ik denk dat je gewoon eigenlijk een beetje oplet. Ontvanger is sowieso blij hoor, dat hij een kaart krijgt. Dat in ieder geval. Maar ik denk dat je even op moet letten naar wie of wat. Kijk, ik weet ook dat ik naar een... die kaart die ik nu maak, die zal ik niet naar iemand sturen hier op het dorp die iemand verloren is. En die dus uit de oud-gereformeerde kerk komen. Ik weet dat dat daar gewoon niet gepast is. Dan maak ik ze dan toch nog weer soberder. Gewoon echt zwart-wit. Nou, ik geloof dat die goed zit. Dus we gaan die voorzichtig verschuiven. En dan hoop ik dat ik de boel recht hou. En ik weet niet waar mijn tapeje is. Maar je zou hem naar mij... Ja, hey, ik hoop voorlopig geen meer te ontvangen. Hè. Dat vooropgesteld, maar... Ik zou daar niet raar van opkijken als er geel in zit, als er paars in zit, of blauw, of bruin, of groen. Je maakt ze meestal toch wat soberder als normaal. Nou, dat is het ook. Het is... Ja, je moet kijken of het past. Goedenavond. Ja, echt wel, Patricia. Er zit heel veel verschil in. Ja, je hoeft daar, maar ik hou daar dan wel altijd een beetje rekening mee. Eens even zien, want ik zie dat ik best wel iets of wat scheef heb gesneden. Daar ook, dus hij zit hier nou wel aan de onderkant niet. Dan moeten we even, help. Ik beschadig mijn papier, zie je dat? Het is maar een heel klein randje. Ik ga even smokkelen. Ik ga hem gewoon een heel klein millimetertje eraf halen. En dan is net dit. Zo, dat is weg. En dat kleine stukje, dat valt niet op hoor. Dat zie je niet echt. Zo, daar ietsje minder. Hopla, weg is dat.
Goedenavond, gezellig. Oh, kijk, de mannen komen er ook weer bij. Leuk hoor. Nou, dus dit is mijn basis. En die prop zullen we maar gelijk opplakken. Dan ben ik hem niet meer kwijt, want ik ben de laatste tijd behoorlijk wat kwijt. Dus we plakken hem gelijk vast. Dan kan dat niet meer... Oh, zie je? Ik zou bijna de mal kwijtraken. Laat ik die nou ook even daarop doen. Dat is zo fijn. Op zijn kop, hè? Ja. Nou doe ik hem het liefst. Hele kleine dotjes toch af en toe op die buitenste blaadjes. Omdat ze anders omhoog gaan staan. En vooral met het invouwen in de envelop. Daar is het eigenlijk mij meer om te doen. Dat hij gewoon wel netjes vlak blijft. En dan staat het zo slordig, hè, dat hij zo gepunt aankomt. Kijk. Nou, even kijken of we een beetje kunnen mikken. Ho, hier ietsje omhoog. Hier misschien nog ietsje omhoog. Kan dat nog? Zo. Nou, zo vind ik hem netjes. Kijk, dan vouwt hij hem zo plat. Hartstikke idee. Nou, dan moet ik hier natuurlijk een kleurtje op. Kijk, en ik moest echt wel even zoeken hoor. Want ik had natuurlijk al volop gebruikt. Weet je wat het is? Deze was te klein gesneden. Ik heb volgens mij nog een hele. Ik ga hem niet gebruiken. Ik vind hem net iets te ruim. Dus deze komt alweer op een iets kleinere kaart, maar niet op deze. Zie je, hier hebben we er nog één. Dus bij mij waren echt wel de meest donkerdere papieren, die waren eruit. Het zijn allemaal restanten wat erin zit, maar geef niet, komt het ook op. Dan moeten we even dit uitmeten, hoeveel dat is. Dan ga ik toch eerst zoeken of ik die zwarte liniaal zie. Ja, want die had ik er ingemikt, dat weet ik zeker. Maar ik had hem de vorige keer, de laatste keer toen ik hem gesneden had, iets te krappies gedaan. Hij is 14,6. Dus ik hou hem op 14,2. Deze is 14,4. Dus die hou ik op 14. Ja. 14 bij 14,2. Nou, en ik wil niet de rand erop. 14 bij 14,2. Ach, hoor de vogeltjes eens fluiten. 14,2, dus dat is de breedste. Zo is die op zijn breedst. Ik ga hem even zo wegleggen. Hopla. Dan moet hij er zo op. Kijk, dan is die gewoon, past hij net ietsje beter. De hoekjes, die zitten iets of wat afgerond. Je ziet dat ik hier iets of wat slordig geweest ben. Dus weet je wat we doen? We draaien hem om. Dan valt het niet zo op, want dan staat die kaart op. Ik had hem hier ietsjes meer mee moeten laten lopen. Nou, zo valt het niet meer op. Dan pak ik de kleinste. Goedenavond. Ja. Nee, echt hè. Dit soort kleuren zou je zomaar niet pakken. En ik kan je vertellen, ik vind hem echt super mooi geworden. Maar ja, dat is mijn mening. Misschien vinden jullie hem dadelijk wel te. Het is een beetje babyblauw wat ik gebruik. Ik kan niet kleurnummers noemen helaas. Want ja, dat stond er dus helaas niet bij. En donkerbruin. Even kijken of ik de goede kant naar goed zet. Ja, zo. Maar het bruin zit erin, het blauw zit in het papier. Dus ik dacht, ja, dat moet kunnen. Ik moet hem wel goed leggen dadelijk, want anders komt het niet goed. Deze plak ik gewoon plat.
De andere kaart wordt ook een hele andere kleur hoor. Expres, want ik dacht, dan hebben we voor allemaal wat wils. Dan kan je zien dat er eigenlijk meerdere mogelijkheden zijn met dit blok. Kijk, er nou vallen net die blaasbloemetjes komen nog een beetje in beeld. Oké, wat had ik dan gedaan? Ik had dus deze uitgestanst. En het is echt even goed mikken. Maar dan zal je zien dat de puntjes in elkaar overlopen. Misschien als ik niet helemaal correct netjes recht plak, dan niet. Maar ik plak hem ook alleen maar in de midden. En dan gaan we proberen goed te mikken. En hij is overal zomaar net een klein stukje. Dat je over hebt. Maar dan vind ik hem net wat mooier. Ik vind, als ik een, ja dat kan ik nou natuurlijk niet meer laten zien. Maar als ik deze nu dus open hierop leg, dan krijg je dus al de donkerblauw er tussendoor. Ik vind dat, en omdat het designpapier is, ik vind dat vrij druk. En als je hem dus nu, kijk nou zit er nog een dingetje tussen wat er niet tussen hoort. Als je hem dan dus mat op een andere laag, dan had ik ook op een gewone cirkel, maar dan vind ik dat weer niet mooi. Dan krijg je een heel ander effect. Nou, die gaan we verhoogd opplakken. Ja, hij is ook heel chic. Hij is echt heel vet, vind ik, dit blok. Ik ben echt blij dat ze hem nog weer een keer uitgebracht hebben. Want dan kan ik gewoon weer stiekem toch nog weer eens een kaartje. Weet je, dat is natuurlijk, als wij als promoteam dingen gaan lopen promoten wat eigenlijk niet meer in de winkels ligt. Ja, dat is voor jullie ook niet echt prettig. Want dan wil je iets hebben en dan is het niet meer te koop. Want dat zie je dan en dan kan je het niet meer krijgen. Ja, dat schiet ook niet echt op. Dus dan is zo'n blok eigenlijk nog voor ons meestal nog niet helemaal opgebruikt. En dan, ja, dan gaat het weg, want dan moet je weer wat anders gaan promoten. Want dan komen er weer andere dingen uit. En dan is het eigenlijk jammer, want dan heb je eigenlijk nog wel ideeën met dit. Maar ja, dan moet het andere weer. Zo, oké. Dat is die. Nou, dit had ik over. Dus dit kan gewoon even opzij. Dan komt er hier nu eigenlijk, ik had pareltjes voor deze en ik had het in een zakje gedaan. Dus ik denk, anders raak ik helemaal in de war en dan schiet het door elkaar. Ik zal eerst even een strik maken, want er moet ook een strik op. Dan kan het lijmpistool aan. Dan ligt die ook maar klaar om te pakken. Want daar zat ik ook mee te dubben. Wel strik, niet strik, wel strik. En weet je, deze strikken die zijn niet zo. Het is niet zo als je de kaart. Wow, er zit wel een vette strik op. Valt eigenlijk reuze mee. Hij ziet er heel groot uit. Dat is hij in principe ook. Maar omdat hij zo doorschijnend is, vind ik hem niet de focus opleggen, zal ik maar zeggen. Kom, ga even los, joh. Wat doe je vervelend? Oh, hij zit aan de buitenkant. Ja, dan krijg ik hem nooit los. Zo. Nou, even dit tussen de vingertjes. Zo, nou prima zo. Stans met het gat. Ik heb geen idee. Jullie hebben wat anders gezien misschien? Zou zomaar kunnen, hè? Oh, weet je, ik heb een nieuw schaartje mezelf cadeau gedaan. Die staat trouwens ook hier in de webwinkel. Ik heb hem nog niet gebruikt, dus ga het even proberen. Kijk, het is net een. Die is van Tim Holtz. Ik denk, oh, ik heb nog geen scharen genoeg. Laat ik het eens proberen. Knipt perfect. Maar ja, hij is nieuw, hè? Het zou wat wezen als hij dit niet zou knippen. En misschien hebben de andere dames hem al gebruikt. Maar ik vind het wel handig. Het is net een snoeischaar.
Dat is natuurlijk geen schaar voor de tuin, hè? We gaan er geen plantjes mee snoeien. Heel fijn, je kan hem vastzetten. Je kan een mooi beschermdingetje erop. Ik vind het een fijn dingetje ook. Even geen promo studio light helaas. Daar gaan we dadelijk weer mee verder, hè? Nu weer, hè? Dan heb ik dus al deze onderdeeltjes. Die gaan erop. Nou, ik begreep al van iemand die zat een beetje te worstelen met hoe ze dan met de plaatjes moest gaan. Nou. Dan heb ik trouwens, deze cirkel is uitgestanst. Nou, die meet ik dan op. En die is 8,2. En ik heb dus een cirkel uitgesneden van 8,6. Nou, die is dus niet helemaal netjes rond, zie je wel. Ik heb een beetje de knoeien. Oh, maar wacht. Dat is op zich nog niet zo'n ramp. Deze kant is minder mooi, dus die hou ik hier. Daar komt toch een dingen op. Nou, dan heb ik een cirkeltje uitgestand. Zoals weer met die Elvira mal. Die kraftlap mal, die komt daar bovenop. En om er dan toch een beetje een assortiment van drie. Kijk, dan heb je weer een mooi donker randje. Anders vond ik het blauw, het lichte blauw ten opzichte van het andere blauw weer te blauw. Zeg maar. Vat je hem nog? Oh, dat is ook toevallig, Monique, dat je ook die schaar besteld hebt. Ja, ik zag hem voorbij komen. Ik denk, ach ja, ik geloof dat ik hier 26 schaar heb liggen, maar mwah. Heel verrassend, zeggen ze dan. Heb je weer een schaar besteld? Ja, ik heb weer een schaar besteld. Je blijft proberen, hè. En ik heb voor mijn plaatjes te knippen echt mijn oudste schaartje nog steeds. Maar ik hoop eigenlijk dat ik met deze ook plaatjes kan gaan knippen. Dan krijg je die afdruk niet zo in je duim. En een pincetschaar heb ik ook liggen. En dat is echt helemaal niks voor mij. Daar moet je echt aan wennen. En ik kan er niet aan wennen. Dus die ligt gewoon doelloos in de bak. Nou, ik had gedacht dit zo'n beetje aan het randje te doen. Zo. Oké. Nou komt er aan die strik niet al te veel tierenlantijnen. Ik zal even mijn kleine stansmachine aan de kant gooien. Oh, we kunnen even omruilen. Jij daar, jij daar. Dan komt de strik, die komt hier. Ja, ik heb een voorbeeld, jongens, want ik denk, anders red ik het niet met twee. Dan wordt het echt, vooral met plaatjes, want ik wil nog wel eens switchen. Oh, zie je dat? Dat was niet de bedoeling. Die moest ik niet. En dan een... toch een steen. Op mijn voorbeeld zit een met een bruine, maar die kon ik niet meer vinden, dus die had ik niet meer. Ik denk, ach, een donkerblauwe kan ook nog wel. Verder doe ik hier gewoon niks op of aan aan die strik. Oh, er zijn meer met de pincet. Wat een ellende. Geluk. Oh, jij vindt hem heerlijk, Erna. Nou, je mag hem hebben. Nee, ik vind het echt een waardeloos ding. En dan heb ik hier allerlei plaatjes. Ik heb daar zoveel mogelijk de puntjes afgeknipt. Dat ik dat nou ook niet meer hoef te doen. En dan gaan we ze even versieren. Hoe en wat. Kijk, en normaal gesproken leg ik dat eerst wel even weg. Dan kom ik, oh ja, kan dat wel daar. En dat wel daar. Ik heb geen idee hoe laat ik leef. Kijk, zie je, het is alweer bijna 8 uur. Ik zat eigenlijk met deze. Ik denk, oh, die vind ik heel leuk. Nou, en zo ga je een beetje spelen en dan komt dit daar weer op. En dan moet daar nog wat, dus ik miste daar iets. Nou, dat is niet hetzelfde, zie ik wel. Hé, hey, ik mis blaadjes. Zie je nou? Denk je dat je alles eruit hebt? Niet dus. We gaan nog even zoeken, want ik mis blaadjes. Ik mis 1, 2, 3, een stuk of 3 blaadjes. En ik heb een blaadje, een langere. Ik ga het maar even van voren gaan kijken. Hier heb ik een blad. En hier heb ik nog zo'n blad. En die kun je gewoon overal tussen stoppen. Dat is altijd makkelijk. Maar ik dacht dat ik ook nog een dubbel blad had. Dat kan ik mis hebben hoor.
Ik heb hem toch van de week pas zitten maken, dus dat zou wel moeten kunnen. Oh, hier hebben we ook nog grote tekst. Daar heb ik niet eens erg in gehad. Daar zit hij niet bij. Daar ook niet. Of ik heb hem al een keer gebruikt en dat hij er dus niet meer bij zit. Hè? Dat kan ook. Nee, dus ik moet ander blad. Ik heb 1, 2, ik heb daar een iets langer blad nodig. Kan ik natuurlijk ook met zo'n pin doen. Wacht even, dan haal ik die eruit. En dan ga ik even laten zien, want ik vind dit hoeft niet er helemaal op. Maar die kan er wel in delen op. Dan zijn we ook weer gered. Kijk, dit is mijn kaartenknipschaartje. Dat puntje moet er nog af. En dit puntje. En dan zet ik hem er daar af. We gaan hem niet in zijn geheel pakken. Dan kan ik kiezen welke ik het mooiste vind. Maar deze is niet helemaal perfect gestanst. Maar ja. Deze ook even de meeste puntjes eraf. Hè? Daar gaat eigenlijk je meeste tijd in zitten. Maar ja, het moet er wel een beetje netjes uitzien. Vind je niet? En dan moet ik heel eerlijk bekennen dat ik eigenlijk gisteren een live gedaan heb. En daar waren de plaatjes, had ik er zo op gejast. Was gewoon geen tijd. Dat heb je wel eens, hè, van die dagen, dat je dagen zo vol zitten. Ik heb er te veel van die volle dagen eigenlijk. Nou, en dan heb ik deze nog. Dus we gaan plakken, want anders kom ik dus niet uit qua tijd. En ik wil deze keer toch wel rond een uur of... tussen 8:30 en 8:45 toch wel heel graag een bakje koffie. Deze komt, ja, ik kan het ongeveer uitmogen, zoiets. Dan zit hij daar wel vast, daar niet. Dan doen we het toch gewoon zo, want dan zit hij vast. Kijk, oké, dat is nummer 1. Dan had ik deze en die heb ik ietsjes wat gevouwen. Ja, nou dat klopt, Anne, die zijn gewoon echt zo, dat schaartje, dat als ik dan een heel vel geknipt heb, dan zien mijn handen er niet meer uit. En volgens mij zie je het de andere dag nog. Dus dat is eigenlijk gewoon geen optie om die continu te gebruiken. Doe ik dus ook niet meer. Ik probeer gewoon met mijn machine uit te snijden. En wat niet lukt, dat, ja, dat knip ik. Maar dan knip ik wel in etappes. En vroeger was ik zo gek om alles eigenlijk uit te knippen. Maar ook dat doe ik niet meer, want je gebruikt toch niet alles. Nou, die kan wel zo. En dan ligt het ook weer maar te liggen. Dan blijft het liggen. Dat is eigenlijk zonde. Thinking of, eigenlijk, ja, kijk, dit is een condolencekaart. Maar het kan ook gewoon, ik denk aan je, voor iemand die dus... alleen is overgebleven, zeg maar. Ja, die vindt het ook wel fijn om zo af en toe eens een kaart te krijgen. Die heeft het ook lastig. Dus dat kan ook, hè. Het hoeft niet per se voor condolence. Die doen we daar. Nou, dit is een overschotje. Ik heb deze gewoon door de helft geknipt, zo'n plaatje. Ik denk, oh, maakt ook eigenlijk niet uit. Hij moet wel een beetje verder eigenlijk. Hij stropt op de een of andere manier. Oh, daar. Anders wordt hij te breed, naar mijn zin. Nou, dan heb ik hier deze bloemetjes. Oh, kijk, nou kan ik met deze nog spelen. Hè? Ik ga een stuk van dat spelen. Van dat tulle. Dit is net of ik een blaadje heb. Het is gewoon een knop van een bloem. Knop van de lelie. En die vind ik eigenlijk hier tussen onder vandaan ook nog wel mooi. Dan hebben we hier die blauwtjes. Om het een beetje dat blauw weer terug te laten komen. Je ziet, ik doe het er gewoon tussen. Ik kijk wel een beetje, probeer het een beetje te verdelen qua kleurencombi. Ja, sommigen vinden dit lastig. Ik vind het niet echt lastig. Eigenlijk kan het niet verkeerd, hè? Kijk, nou vind ik hem niet mooi zitten, want dan zie ik dat daar weer een heel groot gat heb.
Dan moet dan daar nog een blaadje. Krijg ik dat eronder? Ja. Kijk, en dan ben ik blij dat ik eigenlijk alles zo ver mogelijk heb voorbereid. Want anders zou ik het echt niet gered hebben, denk ik. Gaat deze er nog op of gaan we deze even vergeten? Nee, dat vind ik niet mooi. Dat hoeft ook niet daar. Ik denk dat ik hem vergeet. Hopla. Dan komen... Oh, nee, nee. Jawel, ik moet een paar steentjes nog kwijt. Maar ik doe het maar even zo. Ik ga ze niet in de hoeken zetten. Ik doe ze gewoon lukraak. Dus een groepje van 3. Hier komt ook een groepje van 3. Oh. En dan gaan we een grote blauwe... Hoi. Ik had een pincet, ik had een pincet. Waar is mijn pincet? Sorry hoor, ik moet even, nou eerst even gauw gaan plakken, dan kan ik meelezen. Oh echt? Ja, die heb ik ook. Die rode. Kan ik het ook niet mee hoor, plaatjes knippen. Schaar is voor mij dan te grof, denk ik, of zo. Ik weet het niet. Dus het zal me verbazen als het me met die snoeischaar wel lukt. Maar oh jee, dan heb ik toch weer een leuke schaar. Al is maar voor de heb. Zo. Meer moet het niet zijn, hè? Ik denk aan je. Dat is nummer 1. Nou, je ziet het. Als je alles voorbereid hebt, is die in een half uur gemaakt. Binnen een half uur. En dan denk ik dat ik dadelijk nog gewoon helemaal een makkie heb. Want ik nou nog... Oh, die is mijn voorbeeld zelfs op zijn kop. Dat wordt helemaal lastig kijken. Dus dat is de blauwe. En nu gaan we naar een bruinige. Even kijken. Die kan opgeruimd en die heb ik niet nodig. Dat wel. Wat heb ik daarvoor uitgestanst? Want ik vind het wel heel tof om de JMA collectie. Je ziet, ik pak van alles door elkaar. Hè. Dit is JMA, dit is Craft Lab. En essentials. Dus ik pak eigenlijk alles wat Studio Light uitbrengt, gooi ik door elkaar heen. Nou heb ik een donkerbruine. En die komt uit het Unipaperpad van Studio Light. We hebben Unipaperpadjes. Ik ga deze even aan de kant leggen. Ik zal hem niet te ver wegleggen, want dan kan die dadelijk nog een keer geshowt worden. Maar we hebben die Unipaperpads en die zijn wel heel erg handig, vind ik. Deze. Daar komt hij uit. Dus de laatste bruine. Kijk. Die zit erin. En ik heb dadelijk voor de takjes heb ik donkerder en iets wat lichter. Dan heb ik ze zo gepakt. Ik denk, er zit er toch iets verschil in. Maar die unies, die zijn heel handig. Nou, dit komt natuurlijk gewoon helemaal glad op elkaar. Dus we gaan dit eerst maar vastzetten. Nou, dat hoop ik ook, Ria, dat hij heel lang in de kast mag blijven. Nou moet ik wel zeggen dat er hier ook met regelmaat wel eens iemand komt buurten van heb je dit of heb je dat. Dus dan hoop ik eigenlijk ook dat hij gewoon sowieso voor iedereen heel lang in de kast mag blijven. Dan betekent het dat er, nou ja, dat iedereen blijft op het moment. Zou fijn zijn. Hier moet je natuurlijk wel even op letten dat je hem goed plakt, hè. Twijfel je? Zegt ze. En ik doe hem volgens mij gewoon vet op z'n kop. Ja, ik deed hem gewoon vet op z'n kop. Er zitten van die hobbeltjes en die holletjes in. En die, je kan het zien, die hele kleine puntjes. Die zitten hier aan deze ook. Het is moeilijk te zien hoor, maar hij moet wel zakken. Jij wou wel vast, dat doen we nog niet. Ik denk dat ik zo wel redelijk recht zit. Ik vind hem hier eigenlijk nog allemaal mee. Hij heeft gewoon veel ruimte. Deze is gewoon een mal die gewoon best wel vrij breed is. Komt door al die stukken die eruit zijn. En dan moet ik even hierop letten. Is dit de goede? Ik denk het wel.
Zo moet hij. Dit is geen spierwit wat ik gebruik. Het is off-white. Ik vond het spierwitte, als ik het met zijn bloemen bekeek, te wit. En soms is echt off-white net iets wat mooier. Iets zachter. Wit kan best wel heel hard zijn. Het kan er heel mooi fris uitzien, maar het kan ook best wel heel hard overkomen met bepaalde kleuren. Zo. Nou, dat is de basis. Heb ik het giecheltje van Daisy overgenomen? Je meent het. Dat is mijn beursdochter, hè? Dus dan heb ik dat, hè? Oh, dat is heel vervelend. Nou, fijn weekend hoor, Emmy. Ja, inderdaad. Voor de verloopkleurtjes van de beestjes. Maar gewoon ook sowieso. Je hebt altijd wel een goede kleur bruin. Je zit of een goede kleur groen of een goede kleur blauw. Nou moet ik even gaan kijken. Want ik heb mijn kant niet meer nodig. Dus die kan in de kast. Wat heb ik nodig? En wat ga ik eerst doen? Even kijken. Ja. Ik heb, en dat is ook uit dezelfde JMA mal, heb ik deze gestanst. Deze mal. En dit is dus het binnenmalletje. Oeps. En dit is het buitenmalletje. Ach, ik dacht, is weer eens iets anders. Kan er zo op. Dus dat gaan we doen gewoon. En dan plak ik hem het geheel wel weer even verhoogd op. Ja, heel vervelend als je materiaal niet wil meewerken. Hè? Ik kijk eigenlijk het liefste altijd gewoon via mijn laptop. Vind ik voor mijn man nog niet zo gezellig. Alhoewel, we zitten in dezelfde kamer. Ik zit aan de eethoek en hij gewoon op de bank. Dit was niet mijn bedoeling. Mijn bedoeling was deze bloem onder en hij komt boven. Anders dan verbloem ik bijna die hele set met bloemen. Dat vind ik zonde. Dus deze die kan verhoogd. En dan kan het verhoogde ook weer weg. Daar heb ik niet meer nodig. Hopla. Hoef ik dadelijk ook niet zoveel op te ruimen als ik het nu tussendoor doe. Maar mijn laptop, dat, ja, dan kijk je in ieder geval al iets groter. En dan oortjes in en dan ben ik gewoon vertrokken. Bakje koffie erbij en kijken maar. Zo, die komt hier van boven. Hartstikke idee. Nou doe ik dom. Want ik had eigenlijk eerst de tekst moeten doen. Dan doe ik het wel. Als ik het zo voel, moet het wel gaan. Weet je, ik pak gewoon de stempelrol op de bike. Dat is safety for all, hè. Als moet ik dadelijk weer een nieuw stukje papier uit gaan stansen. En ik weet eigenlijk eerlijk gezegd niet of ik dat nog heb. Dus dat zou een beetje zonde zijn. Dus we stempelen hem gewoon even in de stempelhulp. En ik heb eigenlijk deze keer voor de, moet ik eerlijk zeggen, ja, vooral de condolence kaarten gewoon is meest Nederlandse teksten. We hebben Engelse teksten ook hè, van Studio Light, maar ik heb nu de Nederlandse gepakt. En ik vond deze wel heel erg mooi voor altijd in ons hart. Dus die gaat erop. En die komt, nu weet ik natuurlijk waar ik het wil hebben. Als je nu zelf gaat beginnen, ga eerst even kijken hoe je je bloementoefjes, dingetjes weg gaat leggen. En dan weet je waar je tekst kan. Kijk, voor mij is het nou niet zo moeilijk, want ik weet dat hij hier moet. En ik doe hem met de archival. Die man van mij ook. Oh my god. Dat is nogal wat.
Oké. Archival Ground Espresso. Ik vond een zwarte inkt te zwart. Dus ik dacht, nou, hoppakee. Hopla. Kijk hoe mooi. En er zit zo'n mooi vogeltje nog bij. Dat vind ik wel heel mooi. En dan die hele kleine puntjes erom. Dat hoort. Dat je niet denkt van, hé, er klopt iets niet. Nee, dat hoort. Klopt wel. Het is gewoon puur omdat het, ja, dat hoort bij die lettertype. Dan poets ik hem even af, hoor. Want als ik hem nou zo terug doe... Wat ik eigenlijk wel heel vaak doe, maar niet slim is. En als ik hem dan dadelijk weer gebruik, dan zit er nog inkt aan. Nou is dit wel archival inkt, dus dat, je krijgt hem niet meer schoon. Dat is het enige met archival. Maar ja, ik heb nou eenmaal graag de bijpassende kleuren. Dus dan dat. Kijk, en nu zit hij gelijk goed en heb ik geen... voor hetzelfde geld had ik een hobbeltje gehad als ik hem uit de hand had gestempeld. Dat hebben we nu niet. Waar is de hoes? Daar. Ja, dat kan ook dat je je mannenkoptelefoon opgeeft. Maar weet je, dat is zo lastig bij ons met de televisie. Ik zou tenminste niet weten hoe die dat moet doen. Dus nee, maakt me niet uit. Maar ik ben wel zo nieuwsgierig. Ik doe één oortje in. Blijf ik toch op de hoogte wat er voor de rest in huis gebeurt. Ik wil het weten. Ik ben eerlijk wat dat betreft. Ik pak een beetje sisal. Dat is een nieuwsgierig aagje. Hoppa. Ik zeg, deze is wel heel stug hoor. Maar goed, het is wel heel leuk om te gebruiken. Hè? Wacht even. Want als ik dit laat slingeren, dan is het morgen helemaal weggekuit. Dan heb ik er niks meer van. Want ik heb een hond, maar af en toe is het een koe. Oké. Nou, dat komt dus dadelijk daar. Maar ik heb takken. Even kijken hoor. Ik heb takken. Jongens, ik ben eigenlijk gewoon heel vroeg klaar. Dat zijn jullie ook niet van mij gewend. Deze vind ik het mooiste, dat hij zo'n beetje er zo overheen hangt. Dus dat is te lang, hè. Kan er dan af. In principe, als ik dat nou netjes knip. Ik weet niet ook. Nee, deze gaat gewoon hier. Een beetje zo. Zo. Hij hupst een beetje omhoog, maar dat geeft niet. Nou, dan heb ik een paar takjes en ik heb een paar bloemetjes en dat is het. Oh, ik geloof niet dat dat ooit al eerder voorgekomen is, dat ik zo heel vroeg klaar was. Maar goed, dat kan. Ik ga die nog een beetje vouwen. Ja, echt hè, soms eten ze, maar die van mij eet geen gras. Die gekke muts. Die heeft een of ander plantje, wat wij ook in de tuin hebben staan, maar wat ook als we gaan wandelen, staat dat daar ook. Even met de pincet doen. En dat koudt ze gewoon op. Dat breekt ze af. Dat snoeit ze. Dus ik moet continu roepen als we aan het wandelen zijn. Als we daar... Nee, je hoeft hier niet te snoeien. Stop ermee. Ze vindt ze gewoon lekker, denk ik. Ik weet ook niet. Spugen doet ze niet, dus daar is het niet voor. Gelukkig niet. Zo, dan zit er een klein beetje meer voor hem in die bloem. Kan deze ook. Die takjes zijn op het moment echt... Ja, ik heb elke keer wel een favoriet takje. Want de Hedra takjes vind ik ook nog steeds super, super vet. Maar de takjes uit de nieuwe Janine collectie. De Wild and Flower collectie. Die zijn te gek. Die zijn linksom en rechtsom. Daar ben ik heel blij mee. En ja, van allerlei soortjes. Want er zitten deze in, die ik nou gebruikt heb. Maar is de rest.
Even zoeken hoor, waar heb ik ze gedaan? Ja. Kijk maar, je hebt een hele lange. Dit vind ik ook een lievertje. Maar ik vind, kijk, deze is links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Super. Echt goed over nagedacht. Ik ben daar blij om. Even kijken hoor, want dan heb ik daar die lange zak. En waar had ik dan die andere lange? Die doe ik. Ik doe er eentje hier. Oh ja, en ik had er eentje doorgeknipt. Dat was hem. Maar dan moet ik even kijken. Waar? Die is te groot eigenlijk. Om te nog hergebruiken. Ja, dat gaan we niet doen. Als je deze... wacht even. Ik heb hem daar doorgeknipt. Dan kan die gewoon hier komen dadelijk. Moet ik even nadenken. Volgens mij had ik als eerste het spul... Oh, hij zit vast. De snoer. Oh, hij gaat onder mijn bureau. En er zit een knik in. Ik moet dit spul er eerst even op zetten. Oh, die heb ik nog niet nodig. Waar ga jij? Weg. Weg. Dit moet ik hebben. Dit is te groot hoor. Dan knip ik daar gewoon nog hele stukken van af. Dat vind ik dan weer te veel. Maar ik vind het er, dat het er wel leuk bij is. Nou, dan heb ik dus deze. Die komt hier. Maar ik wil eerst die bloem. Dan weet ik een beetje waar ik moet zijn. En als je nou je lijn... Of kit. Misschien werken jullie nog wel met kit. Kan ook. Als je dat nou eerst alleen in de midden doet. Dan heb je nog ruimte over. Om van allerlei spulletjes onder te proppen. Oeh, het is heet hoor. Als je dat heel dik. Een dikke hete bult, zeg maar. En zo. Ik wil hem wel even een beetje een duwtje in de goede richting. Zo. En dan komt er nog een bloem aan de andere kant. Wat een geklets, hè. Dat hoor je eigenlijk wel goed, hè. Daar hebben wij nooit geen erg in. Maar iedere keer als wij iets wegpletteren op tafel. En je hebt oortjes in, dan schrik je aangewezenloos. Dat is een klap. Nu ik hem weggooi, denk ik eraan. Even kijken, want dan heb ik een... donkerdere tak. En die komt daar van boven. Even zien hoor. En waar is mijn voorbeeld? Die staat daar. Die komt hier. Dan ga ik toch even dat puntje een beetje afknippen. En dan ga ik proberen om de boel even omhoog te halen. Zo. Dan vind ik hem daar eigenlijk misschien dat ik nog wel een bloemetje op zoek. Geen idee. Zou zomaar kunnen. Deze die komt daar, maar die is te lang. Of een donkere bruine parel als ik die heb. Die komt hier. En dan... Oh, dan gaat de hond een keer. Ik heb geen idee wat er nou weer aan de hand is. Je zou haast denken dat er een vreemde binnen is. En dan gaat ze echt helemaal uit de panty. Zo. Moet wel ietsjes hoger, anders zit ik net op mijn tekst. Zo. Kijk, dat is het fijne van die hete lijm. Want dan kan je echt nog wel goed mee sturen. Deze heb natuurlijk... Ach, ik heb lijm hier aan. Zie hem terugketsen. Stukje eraf hoor, hij is te lang. Zo. Kijk, dan heb ik hier eigenlijk dat ik het ietsjes... Ik ga even kijken of ik iets heel kleins erin zie. Een paar hele kleine... blauw vind ik er niet bij passen. Dus dan zou ik echt een kleine bruine... Dit zou kunnen. Het is wel een heel lief, schattig, klein knopje.
Maar je ziet wat ik bij deze gedaan heb, hè? Daar heb ik heel dat witte randje afgeknipt. Dus dat moet ik nog wel even doen. Dus ik zoek wel iets op wat niet veel knipwerk heeft. Dat snap je wel. Kijk, daar heb ik nog zo'n knopje. Ik zou er ook voor kunnen kiezen om dit te pakken. Dan heb ik twee verschillende dingen. We gaan even zien. Waar is het? Juist die. Je lijmpistoolwerk lekt. Ja, ik heb er geen last van. Maar ik heb die van Tim. En ja, ik dacht dat hij toen ging lekken, dat hij kapot ging. Nee, ik dacht dat hij stuk ging. Dat was het hem toen. En het punt was alleen maar dat hij, de stekker zat er niet goed in. Daarom deed hij het niet goed. Dus toen heb ik hem... Ja, moet ik altijd even opletten hoe ik knip. Als knip ik heel de punt eraf. Dus toen heb ik hem, heb ik dat ontdekt. Maar toen had ik al een nieuwe besteld. Maar ik dacht, ja, wat geeft dat? Stel je voor dat hij stuk gaat op zaterdag, dan heb ik zondag toch een lijmpistool. Ik kan echt niet zonder. Kijk, die komt daar nog van onder gepiept. Dan ben ik mijn dingetje kwijt. Vind het niet zo mooi dat daar een lijmpropje zit, zie je? En nou zie je dat niet meer. Klein knopje er van onder, mooi. En ik denk dat knopje daar ook maar te doen. En misschien dat er nog een het andere frutseltje er nog onder doe. En je ziet, het is wel heel prutserig, hè, om te knippen. Nou, omdat het natuurlijk mooi rond kan, valt het nog mee. Je ziet, mijn handen willen dat nooit zo fijn. Die vinden gewoon knippen niet leuk. Daar gaan ze heel hard tekeer. Eigenlijk werken ze me vreselijk tegen. Dat kan ik beter zeggen. Maar ja, ik is baas. En ik wil dat dat witte randje eraf is. Ik weet niet, ik vond dat gewoon bij deze net wat mooier. Kan er ook niet aan doen. Kijk, maar dan moet ik hem wel ietsjes omhoog wipsen. Dat is het hem natuurlijk. Oh, wacht even. Ik hoop niet dat ik hem kapot maak. Ik heb natuurlijk hier een dot lijm. Maar ik moet eigenlijk dat plaatje omhoog kunnen krijgen. Als ik dat nou omhoog kan krijgen, kan ik het erover zetten. Ga jij even terug? Zo. Zo lukt hij. Nou, ik zet hem even overdreven omhoog. En dan hebben we toch weer een probleempje weggewerkt. Soms heb je van die kleine probleempjes. Hoi, hij moet er niet over. Hij moet eronder. Zo. Nou, dan vind ik het eigenlijk wel genoeg. Ik ga die andere niet eens knippen. Zo kan het wel. Had ik hier die kleine frutselzakjes nog? Die kan ik wel nog daar eentje kwijt. In het hoekje. En dan zullen we zo de andere er dus bij pakken. Maar dan kan je dus zien dat je, hopla, vanuit het blok. Je kunt met blauw werken. Je kunt met bruin werken. Er zit zelfs een hele donkerbruine. Had ik eerst nog in twijfel. Maar toen zag ik, oh nee, daar zijn toen ook al kaarten mee gemaakt. Dus dat ga ik nou niet doen. Dus ik dacht, ik pak gewoon wat nieuws. Nou, nog eens een paar stukken van dit afknippen, want dit is natuurlijk veel te lang. Dit ding kan uit, die heb ik niet meer nodig. Even kijken waar nog meer hangt. Het hoeft van mij nooit zo heel ver buiten te steken.
knipper altijd gewoon een dot af. Zo, zo is het genoeg. Nou, dan zullen we de andere er ook even bij halen. En dan hoop ik dat ik jullie daar weer een beetje inspiratie bij heb kunnen geven. Of je maakt hem na, moet je zelf weten, maakt me ook niet uit. Maar dan zijn dit gewoon de twee kaarten geworden. En doordat hier eigenlijk je designpapier aan zit, vind ik deze druk genoeg. Kijk, je kan ook hier je tekst zetten, maar ik vind het zo prima. Dan was dit de live weer voor deze keer. Ik dank jullie wel voor het kijken en inderdaad allemaal een heel fijn weekend en een fijne avond. Doei doei!